Hey, hallo en welkom. Gewoon geen GTA. Vandaag is het oprecht Minecraft en ik hoop heel erg dat jullie dit stiekem leuk vinden. En daarom ga ik jullie ook vragen om vooraf al even te liken. Gewoon voor mij, puur voor mij. 4000 likes. Maar goed, ik hoop echt dat jullie het leuk vinden. Het is Minecraft Hardcore Mode. Weet je nou niet wat hardcore is? Het is letterlijk gewoon survival. Maar dan op het moment dat je doodgaat, is het gewoon klaar. Dan is je wereld weg. Dan is alles klaar. Dan is het hele survival afgelopen. Dus ik mag niet doodgaan. Alles behalve doodgaan. Voor de rest is het gewoon normaal survival. Ik heb maar één leven. Veel plezier met kijken. Groetjes thuis. En like even. Doei! Oké. Dat vind ik een goede titel voor voor het begin. Game mode hardcore. Daar zijn we. En we zijn in een... Nee, in de jungle. Oh my days, jongens. Oké, ik heb in mijn serieus nog nooit hardcore gespeeld in mijn leven. Ik weet niet waarom. Omdat ja, je gaat dood en dan is je wereld weg. Dat is misschien de reden. Oké, het doel is dus dat ik gewoon niet dood ga. Dat spreekt voor zich. Ik heb een normale texture pack. Hij is een beetje anders. Kijk maar. Kijk, en jongens, iedereen begint altijd met boom hakken. Zeggen ze altijd, dat is de beste tactiek. Maar je moet altijd beginnen met koeien doodmaken. Kijk, en nu ga je niet meer dood. Nu is het klaar. Nu is het gewoon klaar. Uitgespeeld. Ik ben blij dat ik uit de jungle ben, want de jungle vind ik echt vreselijk. Ik heb zijn ouders vermoord. Geen overlevende. Oké, jongens, we gaan nu wel gewoon oprecht boom hakken. Ik ben benieuwd hoe vaak of hoe lang ik het overleef. Het is hardcore mode en ik heb het natuurlijk al inmiddels uitgelegd. Maar ja, hè, als je doodgaat is gewoon je hele wereldje weg. Is alles helemaal poep en saus en slechte scheid. Dus je moet gewoon niet doodgaan. Dat is gewoon het ding. Ik ben benieuwd hoeveel afleveringen ik het vol kan houden. We gaan het zien. De basis is gelegd, jongens. We hebben hout. We hebben jungle, normaal. Wat spruce, wat absoluut veel mooier is. Stomme rotkoeien. Dit is een les. Dit is een waarschuwing voor de andere koeien. Hier, eet! Goed zo. En uiteindelijk is mijn plan hier een grote GTA 5 roleplay server van te maken. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, we hebben zelfs ijs bij hem. Ijs bij hem. We hebben paarden, kippen en een mooie roze boom in de verte. En zelfs een bloemen bij hem. Wat? We hebben echt alles hier. Jong, die crap. Dit vind ik oprecht best wel lijp. Laten wij maar overleven, jongens. Boom. Uitgespeeld. Ik heb nu al twee keer uitgespeeld. Pickaxe. Zwaard. X. Oh. Alle vier de tools waren in evenwicht. Totdat de X aanviel. Yes. I have achieved comedy. We hebben nu goede toeien. Ik ben een schep vergeten. Dat meen je. Schep is heel belangrijk. Spicy Italian. Kijk, nu kunnen we dirt gaan hakken. En dirt hakken is heel belangrijk. Imagine dat ik hier like gewoon zo lang overleef. Ik word gewoon gekroond tot beste Minecraft speler ooit. Dat is mijn doel. Beste Minecrafter van Nederland zijn. Absoluut. Niks anders. Zelf ben ik een Minecraft e-sporter. Dat is niet gelogen. Kijk, we hebben al die tools van net gemaakt. Om ze niet te gebruiken. En vervolgens nieuwe tools te bouwen. Dit zijn hoe Minecraft e-sport pros het doen. Hier, jij mag mijn andere tools wel hebben. Alsjeblieft, die zijn voor jou. Kijk, dan gaan we hier weg en dan komen we hier nooit meer terug. Doei! Trouwens, mensen worden boos als je paarden kilt. Ja, ik keek grappig naar me. Vroeger was oprecht mijn droom dat ik Minecraft content kon maken op YouTube. Dat was echt mijn big dream. En toen werd het uiteindelijk GTA. Dus als dit het niet goed doet, dan stop ik met YouTube. Ooit zal ik deze zee oversteken. En zou ik naar de bloemen ding gaan. Ooit, jongens. Maar nu is het te koud. Anders bevries ik. Nu is het tijd voor een nieuwe mine. Wat zou mijn doel zijn? We hebben eten. We gaan niet dood. We mogen nog een dagje leven. Ik moet wel trouwens een soort van iets hebben waar ik kan wonen voordat het nacht is. Want dan ben ik wel echt de loel. Dus ik kan ook gewoon een base onder hier bouwen. Maar dat is zo saai. Een hobbithuis. Ja, dat is leuk. En dan met de pier en alles erop en eraan. Hier, dit is mijn locatie. Helemaal met zand, dus dat gaat helemaal vervelend zijn en zo. Maar we gaan het doen. Hier komt een hobbithuis. Het wordt nacht, jongens. Mijn hobbithuis is bijna klaar. Ja, gaat oprecht mooi worden. Ik ga jullie beloven dat dit mooi gaat worden. Ik moet even mijn spulletjes pakken. En de zombies en weet ik veel wat. De troepjes komen er allemaal aan. Hebben allemaal helemaal geen zin in. Kapot. Kapot. En dan gaan we snel terug. Zo, die plaatsen we hier. Die plaatsen we hier. Dan gaan we snel kool maken. En dan hebben we ook een deur eigenlijk nodig even. Gewoon puur voor veiligheidsredenen. Zo, hebben we puur voor veiligheidsredenen een deur. Nou, hier. Kom maar beesten. Ik maak jullie dood. Ze staan daar met z'n tweeën. Hey, we hebben kool. Nou, perfecte plek voor de torch. Hier, dit gaat gewoon goed, jongens. Dit gaat gewoon goed. We zijn gewoon een huisje aan het bouwen. Het wordt een hobbithuis. En je kunt nog gaan overleven tot het ochtend is. Eigenlijk had ik wat schapen moeten doden. Maar ik ben gewoon een beetje een slechte Minecrafter. Maar ook weer ik ben e-sport Minecrafter trouwens. Ik ben helemaal niet slecht. Dat is helemaal gelogen. Het is ook echt totaal niet opvallend of zo. Gewoon echt een gat. Er zit gewoon echt een gat in het zand. Uiteindelijk is mijn doel hier een cool rond raam te maken. Hier, vloertje erin. Alles wordt al mooi, jongens. Alles begint al huiselijk te worden. We zijn officieel thuis. Ik hoor een zombie. Kom dan. We hebben kool. We zijn rijk. We zijn rijk. We hoeven nooit meer naar werk. Ik ga ontslag nemen. We hebben kool. Dat is alles waar ik ooit op gedroomd heb. Ik bedoel over gedroomd heb. Oh, ik heb gedroomd. Hey, het wordt licht. Het wordt licht, jongens. Horen jullie me? Hoor je dat? Octo?
Dan kan deze ook eentje opschuiven. En dan is het maar eens tijd dat wij meer hout gaan krijgen. Want we hebben niet genoeg hout. Want we hebben kisten nodig. En... That's it. We hebben kisten nodig. Oké, ik denk dat het tijd is. Hey, wie gaat hier dood? Doe eens normaal, joh. Hé? Denk je dat dat goed voor de natuur... Help! Oh, en een creeper. Man, ik had gewoon thuis moeten blijven. Hey, hier is een open veld. Hier kunnen ze me niks maken. Oké, ik ga eten krijgen. Het spijt me, paard. Ik heb uurhout nodig voor tools. Daar heb ik ook voor nodig. En sproes ga ik voor bouwen gebruiken. Het is weer een productieve dag, jongens. Veel hakken, veel slaan en veel bouwen. Want dat is alles wat Minecraft je kan geven. Nou, die sproesbomen, die zijn oprecht het mooiste blok. Daar kan je echt de leukste dingen mee bouwen. Oké. Nou, het gaat goed. Het gaat goed. Hier, kool erin. Weet je, we gooien alles er wel gewoon in. We hebben een stabiel inkomen gecreëerd, jongens. Dus er zijn goede roleplayers. Altijd alles terugplaatsen, jongens. Dat is heel belangrijk. Natuur. Laten wij daar vooral gauw kisten gaan bouwen. Weet je wat? Ik vind barrels vind ik eigenlijk wel cool. Laten we barrels bouwen. Hier, we hebben barrels gebouwd. Het is tijd voor een uitbreiding. Oké, de uitbouw die gaat zijn... Toenk, 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 toenk. En nog wat meer toenkjes. Kijk, zo krijgen we langzaam zand op onze deur. Ik bedoel een huis. Nou, is dit niet leuk? Mijn schep is stuk. Waarom ben ik eigenlijk bezig met... Ik ben bezig met de buitenkant van het huis. Terwijl de binnenkant nog echt, niet af is gewoon. Het leuke is, ik kan hier een soort piertje maken... waar ik gewoon mijn bootje altijd neer kan zetten. En dan kan ik altijd op pad. En dan zullen we ooit naar Bloemenland gaan daar. Daar moet ik heen. Daar moet ik terechtkomen. Oké, laten we intussen het glas smelten. Ik bedoel, zand smelten om glas te krijgen. En ik heb weer geen bed geregeld. Ik ben echt sukkel. Misschien heb ik nog tijd. Als ik nu dood ga, word ik echt boos. Kom op, schapen. Toon jullie zelf. Oh, ik zie één schaap. Twee. Als ik heb alleen geen schaap, omdat ik nog geen iron heb natuurlijk. Maar als we de skeleton vermijden, dan kunnen we wol krijgen. En dan hebben we een bed. Easy game. Ja, één wol. Twee keer wol. Schaap, niet te dicht bij de skeleton. Ja, kut. Dus echt ineens alles gespand. We hebben drie wol. Ja, ja. We kunnen bed maken. Maar dan moeten we wel heel snel terug. Ik heb geen zin om dood te gaan. Hallo, skeleton. Ja, maar je ziet me niet. Je ziet me niet, Rijt. Ah, zombie wel. Oh, mijn god, wat zijn... Oh, mijn god. Hoe is dat normaal? Dat is toch niet normaal, joh? Hier, we zijn alweer thuis. Kom dan, breek mijn deur dan zo. Loosen. Oh, oeps. Ik ga bed maken. Heb ik genoeg hout? Ik heb genoeg hout. Heb je nou dezelfde kleur wol nodig? Is dat serieus een ding? Moet het dezelfde kleur wol zijn? Are you kidding me? Hallo? Hallo? Is het veilig? Ik heb één wol nodig. Hebben jullie wol? Waarom werkt zwarte wol niet? Oké, ik heb een sign. Voor als iemand het ooit gaat lezen. Help. Help! Hey, dat zijn er twee! Als ik dan twee dingen heb, heb ik een zwart bed. Ja, oh mijn god. Er is gewoon een inkt dood gegaan. Ja, een inkt dood gegaan. Er is gewoon een squid is dood gegaan. En die heeft mij gewoon zijn inkt gegund. Oh mijn god, je bent de beste. Wat is wat wij nu kunnen doen? Ja! En dan kunnen we alsnog een bed maken. Inktvissen zijn helden, jongens. Echt waar. Oké, jongens, lekker in een zacht inkt bedje kunnen we slapen. Ik heb achievements gehaald. Ha! Een nieuwe dag! Help! Zo wil ik altijd de dag beginnen. Met hulp. Een nieuwe dag betekent nieuwe bomen hakken. Weet je, ik heb die skeleton. Kom dan. Schiet dan. Auw. Hier. Hier, gelijk rennen. Ik heb zijn botten wel nodig. Kom dan in de zon. Loose. Ik ga een voorbeeld van jou maken. Zag je dat? Je moet een farm gaan maken. Dat kan essentieel zijn mogelijk. Oh, een enderman. Kan ik hem vanaf hier zo gaan aankijken? Zijn er nog diertjes? Ik heb seeds nodig. Kijk, dit zijn van die open mines. Nou, mines, open caves, weet ik veel hoe je dat noemt. En hier heb je meestal wel ook wat iron zitten als het niet al te laag is. Al te diep. Ah! Waarom? Ik schrik me oprecht helemaal in apenzuurtje. Maar ik kan gelukkig omhoog. We kunnen omhoog. We kunnen ons doel voortzetten. Gaan we erheen? Hebben we toortjes bij ons? Nee. Doen we toch maar niet. Hey, gratis botten. Altijd fijn. Jij bent trouwens het enige paard dat gewoon mijn mass murder heeft overleefd. Ooit kom ik voor je terug. Er is overal ijs. Daar is ook wederom gewoon weer ijs. Hey, nog een gratis bot. Meloenen! Waarom dacht ik daar niet eerder aan? Ik ben natuurlijk gewoon in de jungle gespand. Ja! Hey, en gratis kool. Waarom dacht ik hier niet eerder aan? Ik ben natuurlijk gewoon in de jungle gespand. A.K.A. Meloenen! Hey, dit is top. Dit is goede roleplay, jongens. We hebben meloenen gestolen. Nu krijgen we Edo, de politieagent, achter ons aan. En een koe! Die moeten we eigenlijk ook wel even hebben. Overdag moeten we gewoon vooral buiten zijn. En op het moment dat het donker is, dan kunnen we trouwens gewoon slapen. Dus het is eigenlijk altijd overdag. Kut, mijn pickaxe is stuk. Nee! Althans, hij is nog niet stuk. Hij gaat nooit stuk. Hij is stuk. Maar ik ben voorbereid. Ik had al een tweede mee. Ik wist dat dit ging gebeuren. Oeh, nog meer meloenen. Ja, meloenen die gaan we gewoon farmen. Instant. Alleen maar meloenen. Hallo!
Oké, we hebben 28 meloenen. Dat is op zich wel... De rotkip! Ja, we hebben op zich wel genoeg. Waarom is daar weer ijs? Er is letterlijk overal ijs. Ik ben omringd door ijs. Kijk maar, daar is ijs. Als het goed is, is... Ja, daar is ook ijs. En dan bij mijn huis, die is helemaal... Daar is ook ijs. Hé, sugarcane. Daar doen we het voor, jongens. Sugarkanee. Suikerkaneel. Dat betekent sugarcane. Even een goede les voor jullie. Oeh, we gaan weer een massamoord uitvoeren, jongens. 4 varkens. Eigenlijk moet ik ze meenemen, maar... Oké, nee, ja, ja, oké, sure. Hey, meer suikerkaneel. Hey, en een schaap. Jou hebben we nodig. Oh, ik hoorde volgens mij... Enderman. Ik schrik me altijd helemaal de... Ja, een apensuurtje. Waar is die Enderman? Op zich, ik heb nog niet de armor. Hij gaat me killen, 100%. En het is hardcore, dus... We willen niet door. We houden graag van ons leven. Wisten jullie dat dan? Dat is iets wat ik waardeer. Ik was afgeleid, want ik kwam emotioneel voor de suikerkaneel. Maar ze zijn echt zo goed. Holy shit. Hey, kijk! Konijnen! De updates van Minecraft worden steeds gekker, jongens. Hallo! Jullie Mattie is net dood gegaan voor mij, zodat ik mijn bedje kon maken, waar ik nu heerlijk in slaap, terwijl jullie in de ijskoude zee zwemmen! Ja, het wordt donker. Oké, wij gaan weer lekker naar bed. Geen nacht. Wij doen niet aan de nacht. De nacht slaan wij over. En dan vind ik het nu tijd om meer kisten te koloniseren. En deze keer echt kisten. Deze kisten zien er echt wel mooi uit. De texturepack vind ik oprecht wel lijp. Zo. En, ja, het weet je, het is zo symmetrisch nu. Waarom? Wel... Oké, hier gaat het hout. Hier gaat het steen. Zoveel steen doen we. Doe ook dirt, zand, gravel en alle ugly stones. Dan doen we hier alle mobdrops. Hier doen we alle zaadjes en bloemetjes en troep. Hier doen we al ons eten. Hier doen we alle mine shit. En hier doen we alle overige weird ass shit. Zoals hout en houten dingen, weet ik wat. I don't know, man. Flint. Flint is weird. Oké, nou, we zijn goed op weg, jongens. Oprecht. Ik heb nog meer kisten nodig. Kist, kom terug. Je bent er nog. Je bent er nog. Nee, we gaan je toch gebruiken in plaats van weggooien. Ik zou je nooit wegdoen, kist. Oh, kom, verpest je nu wel een beetje de symmetrie van mijn coole... Weet je wat? Ja, maar gaat nooit weg. Er moeten hier toortjes buiten staan. Staan. Hier, we gaan toortjes maken. Of toortjes plaatsen. Nou, jongens, we did it. Donkerheid is niet meer. Het is trouwens echt lelijk wat ik gedaan heb. What the fuck? Nu moeten we hier nog een hobbithuis van maken. Maar hoe? Ik heb het al helemaal verpest. Oh, misschien kunnen we hier een hobbit iets maken. We kunnen hier toch iets bouwen. Het hoeft niet echt hobbitachtig te zijn. Wie zei ooit dat het hobbitachtig moest zijn? Kijk, weet je wat? We doen het gewoon heel anders. We doen in plaats van vet cool rond en zo, gaan we niet rondwerken. Dus dat gaat... Oh, nee. Ah, je weet wat ze zeggen als dit gebeurt. Zo, ik moest anders dat hele blokje vervangen. En hier kunnen we dan een soort glas idee maken. Right? Ja, dat is epic. Ja, dat is cool. Zie je, dan heb je een soort raampje hier waar je doorheen kan kijken. En dan kan je gewoon naar de... Naar die vis kijken daar. Hallo. Kijk, we houden er vast heen. Ik wil kijken hoe het is. Ik ben te ver gehakt. En alles is nu kapot. Het wordt nacht. Daar ga ik niet meer akkoord. Slapen. Oh, ik was niet te ver. Ik was niet te ver, jongens. Het was goed. Nu ben ik juist te ver gegaan. Man. We hebben wel heel veel zand. Maar kijk, jongens, dit is een Minecraft tactiek die ik jullie ga leren. Hoort dit niet? Ja, dit. Ik wou het zeggen, dat hoorde te gebeuren. Nu moet ik het weer inbouwen hierboven. Maar alles is ook helemaal verzand. Dat is echt helemaal poep. Nou, hier. Mooie ingang naar ons raam. Met geen dak. Dit kunnen wij oplossen, though. We gaan gewoon het terugbouwen. Hier. Nu kunnen wij onze geheime tactiek voortzetten. En een dak erop bouwen. Dit is eigenlijk echt weird. Waarom zit dit hier? Ik kan hier echt niks mee. Waarom heb ik niet gewoon een vierkant raam gebouwd? Wauw. Het is een kamer. Het ziet er kamerachtig uit. Maar, als het goed is, heb ik het zo geconstructueerd. Dat is een woord. Dat je het vol kan bouwen weer. Kijk. Mooi. Nu heb je echt zo'n hobbit gevoel. Dat is niet helemaal waar, maar je hebt er een gevoel. Ik heb er een gevoel bij. Of het nou goed is of slecht is, er is een gevoel. Laat trouwens even in de comments weten. Hoe lang, hoeveel aflevering... Waarom zit hier een soort... Huh? Maar laat even in de comments weten hoe lang jij denkt dat ik overleef. Denk je nou dat ik dat ik volgende aflevering al doodga? Dan zeg je, hey, 2 afleveringen. Ugly stone. Als je denkt dat ik 3 afleveringen overleef, doe je 3. Maar reageer gewoon hoe vaak jij denkt dat ik het overleef. Hoeveel afleveringen. En like even. Vergeet niet te liken. Dat was heel belangrijk. Volgens mij wordt het al... Ja, kijk. Wordt alweer nacht. En waar is mijn vis? Ik zei dat ik naar de vis kon kijken als ik door het raam keek. Waar ben je? Hey. Dan zet je 2 konijnen. Kijk, we krijgen hier gewoon een lagere verdieping voor de lol. Maar toch willen we dat landelijke gevoel terugbrengen. Door middel van fences. Dat helpt enorm. En op die fences plaatsen wij dan een torch. En op deze, verrassend, nog een torch. Ik moet echt gewoon een housewarming hebben. Enig probleem is dat er niemand in deze server is. Want het is singleplayer. We hebben een verlaagd plafond. Wauw. Hey. Hey. Hey.
Hey! Hey! Ja. Hey, ik vind het hartstikke gezellig hier, jongens. We hebben een huisje. Ik bedoel, deze hele eerste aflevering is gewoon ik die een huisje bouw. Een beetje op pad ben. Eigenlijk niet eens heel veel op pad ben, maar we hebben gewoon een huisje. Hoe top is dat? En mijn pickaxe is stuk. Oké, de uitbouwde muren. Zo moet het allemaal nog gedaan worden. Weet ik. Jij moet weg. Goed zo. Hoppakee. Maar hier kan ik dus misschien wel een kist... Een grote kist plaatsen. Nee, dan kan ik mijn kisten plaatsen. Of misschien mijn kluis of zo. Of weet ik veel wat voor. Natuurlijk alle andere spelers die in de surf zitten. Wat er geen één is. Voordat ze het stelen of zo. Of weet ik veel. Voordat die twee schapen daar verderop stelen. En dan kan ik hier symmetrisch een beetje aan de andere kant maken. Maar dan, als het goed is, zonder mijn epische raam. Die met hele goede reden deze vorm heeft. Ja, misschien kan ik het dan aan de andere kant bouwen. Misschien niet. Misschien dat ik daar wel ergens een raam bouw of zo. Ooit! Bloemgedeelte daar, ooit. Hé, hey, daar heb je hem, meneer Fish. Voor nu is het klaar, jongens. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken. Bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan zeker even een like omhoog, een duimpje omhoog, als je hem leuk vond. Abonneer allemaal eventjes en dan doen we nog een keertje Minecraft Survival Hardcore deel 2. Als we dat willen. Doei!